Mijn naam is Elisabeth Boor. Ik ben 46 jaar. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben theaterregisseur en theatermaker en creative coach. Wat fijn was om met thuis in IM te beginnen is, het is en online en het is thuis. Dus het is best veilig. Je kan echt helemaal op je eigen tempo, en dat heb ik ook gedaan. Ik heb niet iedere week elke les gedaan. Ik heb dat echt in divine order, divine timing. Dus soms deed ik 3 weken over een les, soms 1 week, soms 2 weken. Ik vond het in het begin, moet je de taal een beetje leren. Hè, want het is het goddelijk zelf, dat is natuurlijk een heel abstract begrip. Maar eigenlijk moet je helemaal niet bezig zijn met dat je het wilt begrijpen. Eigenlijk is het enige waar je de hele tijd op waar ik de hele tijd op ging zitten was, ik wil het ervaren. Kom maar. En Elisabeth doet niets, niets en nog eens niets was mijn toverwoord. Zeker als regisseur ben je geneigd om dingen te willen, de controle te willen houden. En dat je dan ook nog een soort controle en regie wil houden over je eigen spirituele proces. Dat zijn ook weer programmeringen. Dus en dat werkte voor mij heel goed om te zeggen, Elisabeth doet niets, niets en nog eens niets. En dan voelde ik meteen dat ik erin in de verbinding zat. En inmiddels kan het me nog wel eens overkomen dat ik tijdens een meditatie, en dan zit ik er heel, hang ik er helemaal in en dan voel ik het. Maar dan ineens kan ik me soms ook heel erg bewust zijn van het feit dat ik er heel lekker in zit. En dan denk ik, oh nee, maar nu is het weer Elisabeth. En dan is Elisabeth doet niets, niets en nog eens niets. En dan ben ik weer alleen maar in die verbinding. Dus dat ontdekken en daarin groeien. En daar ben ik nu wel een hele gretige student in geworden. Het is niet iets buiten jezelf. Het is eigenlijk je ware zelf die, met wie je in contact komt. Nou, daar wil ik nooit meer niet mee in contact zijn. Dit is echt de essentie van het leven. En als je daarmee in contact gaat, en als iedereen daarmee in contact zou gaan, dan kan het niet anders dat het trillingsniveau van de hele wereld omhoog gaat, waardoor alles meer in harmonie komt. Dus dan zal er minder ziekte zijn. En dan zal de natuur meer ruimte krijgen. En dan kunnen we naast elkaar leven in plaats van tegen elkaar of wij en zij. Het is er niet. Als je in je kracht wil staan en als je je licht wil voelen en als je liefde wil, en volgens mij wil iedereen dat, ja, dan kan je niet anders dan IM gaan doen. Ik zeg, het is het grootste cadeau wat iemand mij ooit had kunnen geven. En ik kan, kijk, de dingen die magisch zijn, die kun je niet uitleggen. Die moet je ervaren.